Deze keer is Paul de Leeuw te gast, amuseur. Ik heb wel eens, als mensen niet willen, dan sla ik gewoon stukken over. Dan denk ik, als je niet wil, dan ga ik er ook niet andere. Dan maak ik ook niet ene, dan kan ik er zo 50 minuten uit plunderen. Paul ziet zichzelf als amuseur. Iemand die mensen op allerlei verschillende manieren amuseert. Je kent Paul natuurlijk van zijn tv-werk, maar hij begon al in de jaren 80 in het theater. En we namen deze aflevering op na de informele première van zijn laatste show 60, waarmee hij nu door het land toert. En die door sommige recensenten al zijn beste voorstelling ooit werd genoemd. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Paul de Leeuw. Jij zei al wel van tevoren van, heel veel dingen weet ik niet meer. En het is ook lang geleden, want je bent natuurlijk in 83. Dus in 83 won je de persoonlijkheidsprijs op Kameretten. Maar toen was je al begonnen. Dus ik heb wel een beetje rondgevraagd wat nog lastig was. Want mensen wisten helaas weinig slechte herinneringen op te rakelen. Zeiden ja, ik heb wel verhalen, maar vooral leuke. Jack Spijkerman zei, ik kan me herinneren dat Paul een keer bitterballen voor ons hele publiek heeft staan bakken. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook wel gedaan. Ja, dan word ik weer gevraagd voor iets. En ja, ik zeg bijna nooit nee. In die zin, als ik het leuk vind, denk ik wel ja. Ja, dat was de laatste voorstelling van Dublin Dwars, volgens mij. Ja, de cabaretgroep van Jack, ja. Die speelde in de jaren 80. Dus ja. Dan hebben we het ook al over een hele tijd. Ja, we zaten eigenlijk in hetzelfde circuit. En dus als hij speelde op dinsdag, speelde ik op donderdag in die zaal. Dus we lieten ook wel berichtjes achter. Er zat ook nog Frisse Jongens bij en Syndroom en Brigitte, Hans Lieberg. Dus een goed clubje mensen. En we deden voor elkaar ook, geloof ik, dingen. En ik weet nog dat hij vroeg, of ik heb het zelf, en hij heeft het aan mij gevraagd of ik aan het einde als verrassing bitterballen wilde opkomen brengen. En dat heb ik toen gedaan, inderdaad. Ja, ik geloof in Os. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat herinner ik me dan weer wel. Maar je bent aan het einde van de show gewoon opgekomen met een schaal. Het was ook, geloof ik, een zin. En dan kon ik opkomen en dan kon ik het ook doen. Ja, dat heb ik wel gedaan. En het was ook wel, wat je ook wel had, dat je als iemand in de grote zaal, in de kleine zaal, af en toe bij elkaar langskwamen. Dat heb ik niet met collega's gedaan. Maar ik kan me niet echt weten, maar dat je ook een beetje aan het geiten bent. Omdat één staat in de grotere zaal en de ander in de kleine zaal. Maar dit specifieke voorval kan ik me nog herinneren, ja. Heel lang geleden. Ja. Want in die periode, je zei in dat circuit, op wat voor plekken speelde jij toen in de begintijd? Nou, in die tijd, maar ik weet niet of dat nu nog steeds zo is. We hadden echt koppelverkopen gedaan. Dus iemand die goed liep, zoals Frisse Jongens. Die zat bij dezelfde management als waar ik zat. En dan zei ze, nou, je kunt Frisse Jongens krijgen, maar wil je dan in de kleine zaal de onbekende Paul de Leeuw programmeren? Dus wat je dan kreeg, is eigenlijk het kleine zalencircuit waar ik in zat. En dan langzaam ging het over. Dus vaak dat de kleine zaal was dan zo snel uitverkocht dat je naar de grote zaal ging. Dat kon nog in die tijd. En er waren dan zalen, een grote zaal en een kleine zaal. Nu zijn allemaal multifunctionele gebouwen opgetrokken. Dus het was ook heel erg grappig als je van de kleine zaal naar de grote zaal ging. En de theorie was eigenlijk van als je ergens begon, dan moest je het jaar daarna eigenlijk vermenigvuldigen. Moest je publiek eigenlijk vermenigvuldigen. Dat was vooral voor Limburg. Dus als je in Limburg begon met 70, moest je toch echt het jaar daarna 140 hebben. Niet 340, maar 140, dat was het streefgetal. Wat Limburg altijd moeilijk was om te veroveren. Althans, dat vonden wij dan. Dus jij kwam elkaar steeds tegen. Je kwam elkaar tegen in dat circuit. Het was eigenlijk een kleine zaalscreen. Hoewel de jongens van Dubbel en Dwars en Syndroom. Frisse Jongens, die gingen eigenlijk al heel goed. Herinner me even, ik ken de naam Frisse Jongens. Wafel Galen, maar Tieten Stiel Groenes tegen. Ja. Ja, die hadden perfect goed theater. En dan zat er Dubbel en Dwars. En dan Erik van Muiswinkel. Had ook zo'n groep in de week. De naam heeft niet meer van. Zakkenas. Zakkenas, ja, frek. Met Diederik van Vleuten en Ergens van Oel. Ja, dat was ook een goede groep, ja. Ja, dat liep een beetje allemaal op, ja. En dan, we zaten onder die grote jongens als Paul van Vliet en Joep het Hek en Freek de Jonge, Zet Gaikema, Jasmin de Jong, dat soort. Ja. Want je zei Limburg, vonden jullie lastig? Weet je shows te herinneren in Limburg? Er wordt niet gereageerd. In het begin. Dus je moest, je moet niet je best doen. Want dan werkt het dus niet. En bijvoorbeeld in Venlo of in Weert, de B-curve. Dat was altijd, als je een Weert moest. Was Weert B-curve? Nee, was van een andere plek. Maar het was wel de B-curve. Nou, dat vond ik verschrikkelijk. Maar Roermond, de Orangerie, was een feest. En wat ik opgrap, ik vond Maastricht al wat moeilijk om te veroveren. Maar Heerlen is een van de prettigste zalen van Nederland, vind ik. Heerlen is, ja, nu, de grote zaal is echt een fantastische zaal om te spelen. Ik heb zelfs, vroeg ik of ik daar mijn tv mocht opnemen. Maar
gewoon te duur met reiskosten en dat soort dingen. Maar ik vond dat een ideale zaal om op te treden. Wat nu grappig is, ik maak nu een ander programma. 60 te zien wel. En die wilde ik graag in kleinere zalen spelen. Ik vind het een intiem programma. Dus ik zit nu in de middenzaal. Van zit weer in het Luxor. Ja, dat is de enige uitzondering is Luxor. Want het is echt 900. Vier avond op rij. Ja, vijf. Nee, je hebt gelijk. Maar het is wel... maar nu is het leuk. Ik wilde ook in Maastricht... Of in Leeuwarden, dat is wel een goed verhaal. Een aantal jaar geleden zat ik daar. En toen kwam de programmeur. Ik vond het niet een... Ja, de programmeur was iemand... Ik had niet zoveel mee. En hij ook niet met mij, misschien wel. Ik weet niet. Maar toen kwam opeens Arjen Lubach. Die had een afspraak met mij. Die wilde met mij over iets hebben. En ik stond in de grote zaal half gevuld. En hij deed mij een beetje nuffig. En toen kwam Arjen Lubach binnen. Die was natuurlijk in die tijd helemaal een held. Ja. Oh, Arjen, met drie keer uitverkocht. En die zat in de kleine zaal. Je hebt drie keer uitgevoerd. Volgend jaar programmeren we in de grote zaal. Maar ik zat erbij met een half volle zaal. Ik vond het ook gênant. Houd toch je bek, man. Omdat mijn avond is. En Arjen komt voor mij. Die komt helemaal voor jou. Nu sta ik in de kleine zaal. Belden ze vorige week op dat ik of ik naar de grote zaal wil komen. Omdat kleine zaal uitverkocht is. Ik heb het over 400 man. Nee, we gaan er nu naar 800 man, 900 man. Maar het was zo grappig. Dat zijn die kleine kinderzin dingen. Van, jezus. En Arjen Lubach is populair. Weet ik ook wel. Dat hoeft u niet tegen mij te zeggen. Niet dat de avond zelf moet optreden. Want Arjen trad helemaal die avond niet op. Het was ook een homo ook. Dat is wel het ergste. Dat is een medestrijder. Ja. Wat zijn er nu theaters waar je heen gaat... Nee, bijvoorbeeld zo'n bierkorf of bijkorf. Ik weet niet wat het is. Bijkorf. Bijkorf heet het. Bijkorf. Ja, ja. Ik bedoel de correcte Limburgse uitspraak, zeg maar. Die wist ik niet. Maar waar je nu heen gaat, maar waarvan je denkt... Oh mijn god, ik heb hier... Ik weet nog dat ik... Nee. Kon, ja, het of, is echt, of zijn die eruit ge... Ja, het was niet Weert. Ik heb net in Weert... Dat is Munttheater in Weert. Dus ik weet niet waar de Bijkorf nou is. Nee. Ik heb ook wel een lijst theater waar ik nu niet meer kom. Waar ik niet meer wil optreden. Wat ik het niet leuk vind. Ja, ik ga ook niet zeggen wat het zijn, maar goed. Maar weet je nee, zonder de naam te noemen... Maar wel de reden waarom je er niet meer heen wil? Ja, ik weet... Eén theater. Dat is een soort prijsvraag. Eén theater, wat zo'n vervelende sfeer is. Want ik kent iedereen elkaar. Nou ja, ik weet, ik kan één theater, dat kon echt niet naar Harderwijk. Daar was een schouwburgdirectrice die dacht dat ze gewoon Carré bestierde. Dat was niet, het is Harderwijk. Dus het is gewoon tegen de dolfijnen aan. En ik weet wel, dat ik binnenkwam een hele techniek, zat in de artiestenfoyer aan pizza slices. En in feite moest ik nog vragen, is er ook nog plek voor mij? Het is niet onaardig bedoeld, maar het was toch heel rare tijd. En het zat helemaal niet vol. En ze deed alsof alles vol zat. En ik heb, en dan gaan ook nog checken. Je kan tegenwoordig al je collega's checken hoe zij dan zitten qua zaalbezetting. Hmm. Zat nergens aan het vol. Behalve natuurlijk de publiekstrekkers als dat zijn Theo Maas of iets dergelijks. Ja. Dus ze zat ook een beetje te liegen. Nou, die staat echt op de zwarte lijst. Dat kom ik niet graag. Daar kom ik eigenlijk nooit meer. Nee. En dan zijn ook zaden dat ik de sfeer gewoon niet prettig vind. Of ja, ik weet niet. Maar het zijn er heel weinig. Dus op één hand te tellen. Ja. Hè? Ik ga ook heel graag naar zaden. Ook al zijn er 350 plekken heerlijk om daar te spelen. Omdat ik het daar gewoon heel erg leuk vind. Wat kan je uitleggen voor iemand die niet speelt... wat je op het podium merkt van een sfeer in een zaal? Of zelfs misschien gewoon... de zaal, fysiek de zaal, zeg maar, wat voor invloed dat kan hebben? Ja, dat is één. Een fysieke zaal is natuurlijk... Een zaal is een zaal. Daar kan je niet zoveel aan doen. Maar het is vooral... belangrijk is dat je als artiest een goed team hebt. Kijk, de techneuten van een zaal in een stad... die doen het elke dag of 4 dagen in de week. Dus ik weet dat de techniek zich verheugt op mijn komst... omdat mijn technische ploeg al zo leuk is. Dat is echt het begin. Als jij een hele vervelende... een arrogante club hebt, of die niks willen of niks kunnen, dan gaan de huistechniek doen ook minder mee. En dan is, ja, wat jammer is dat alle dat dingen wegbezuinigd zijn, zoals artiestfoyer, mensen die dat bestieren. Nou, uitzondering dit jaar, ik noem maar ook Amstelveen, daar stond een meisje, Emma, die was gewoon, ja, die deed dat niet vast volgens mij, die was ontzettend goed. Want jongens, echt, mensen die dat kunnen, dat is een vak, hè, om te bedienen, om service te verlenen. Mm-hmm. Dat hebben sommige mensen. Nou, die Emma, ik hoop dat ze dit ziet, die heeft het heel enorm, want ik zei al tegen de jongens, zo, dat is een goeie. Maar ja, we hebben ook wel, hier is was Wilma in het oude Luxor, die is ook weg. Ja, en worden met alle egaars worden we hier behandeld. Maar ja, het is ook leuk als hier iemand staat in de artiestenfoyer. Ja. Dat is veel minder. Ik weet wel dat ik in Deventer stond, jaren geleden.
En toen zei ze, zit er een pauze in? Toen zei ik, ja, dat vinden ze ook al teleurstellend tegenwoordig. Want dan mogen ze, oh, dan moeten ze langer blijven. Ze zei, wat wil je drinken na de pauze? Ik zei, nou ja, een wijntje of zo, een glas water. Oké. Okay. Nou, toen was het voor zich afgelopen. Het stond echt de achterslot. Alles was al dicht, de hele foyer. En op een, je mocht echt door de tralies heen, kon je dan je glas wijn en je water pakken. Ja, doe dat dan niet. Zeg dat we sluiten af. En ja, dus dat is... Dat is eigenlijk wel een beetje ontluisterend. Dat was Deventer jaren geleden. Misschien is het allemaal veranderd. Ja. Dit is echt jaren geleden hoor. Maar daar begint natuurlijk wel je sfeer mee met de zaal. Met hoe je binnenkomt en hoe je met elkaar omgaat. Nou ja, wat we altijd doen is... Ik stel me altijd voor en ik vind het altijd heel erg leuk. En ik heb een leuk clubje. Ik neem altijd koeken mee of dingen mee om bij de koffie. Ik vind dat leuk als je een theemoment hebt met z'n allen. Dus voordat we echt gaan, dan zegt we hebben soundcheck 6:45. Vraag ik aan de jongens, wanneer even koffie thee doen? Nou, 6:45 eten we ook met elkaar. 6:45. Ik was vroeger, omdat ik drukker was ik vaak... dat ik 1,5 uur voor de voorstelling bank kwam. Nu probeer ik het echt ook te doen met de jongens mee te eten en met de jongens mee te doen. Ik heb een nieuw clubje nu, de nieuwe mensen. Het bevalt uitstekend. Dan moet ik ook zeggen, we praten een dag na de echte officiële première. Althans, vriendenpremière, die ging hartstikke goed. Dat scheelt natuurlijk ook dat je een beetje opgelaten zit. Maar dat is het begin. Dat je zelf als club goed bent. En dan krijg je dat wat je zaait, oogst je natuurlijk. Dus dat is belangrijk. En dan gaat de zaal beginnen. Ja, schouwbedirecteur komen... Nou ja, komen wel, komen ook niet. Ik heb wel een berichtje, een kaartje of iets van fijn dat je er bent. Dan heb je het gastenboek. Dan heb je natuurlijk ook nog wel mensen die de gast, die de artiest van jij bestieren, met je op de foto willen. Dat vind ik niet kunnen. Ik vind dat je in een artiest van jij, als jij werkt, moet je niet vragen of je de artiest op de foto mag. Dat gebeurt wel. Daar ben ik ook iets milder in geworden, maar ik vind het eigenlijk niet kunnen. Want het is gewoon dan even mijn huis. Dan wil je gewoon even, ja, gewoon dat je alles kunt doen en laten wat je zelf wil. Ja, dan ga je spelen. Want je zegt, daar ben ik milder in geworden. Ben je wel eens uitgevallen? Ik maak nooit foto's. Gaan we naar de dierentuin, gaan we bij een aap staan, heb hetzelfde effect. Ik weet ook niet waar ik terecht kom. Straks kom ik in een gezin met alleen maar witte kappen, weet ik veel. Of word ik gezet naast een extremist, weet ik veel. Ik weet niet waar ik terecht kom met die foto. En alleen kinderen en verstandelijk gehandicapten, want die weten niet beter. Maar er zijn ook moeders die met hun kinderen komen van 8 en 9. Zeg, weet je wie ik ben? Dat weten de kinderen helemaal niet. Maar dan willen die moeders gewoon op de foto. Ze zeggen, nou, dat gaan we dus niet doen. Of dan zeg ik, ik ben Gordon. Nou, vooruit doe mijn foto. Nou ja, maar goed, dat is nu wel een beetje minder geworden. Ja, ik wil gewoon nooit op de foto. Ik vind het verschrikkelijk. Ja. Misschien na afloop ga ik dan naar de foyer. Nou, de laatste ook wat minder. Maar dan zie ik je naast iemand. Die zegt dan niks. In een kwartiertje biertje te drinken, babbelen. En dan wil je weg. En zegt ze, mag ik een foto? Zeg, je had nu een kwartier, hadden we gewoon kunnen praten. Had ik iets aan je kunnen vragen. Of ik vroeg ook misschien ook wel wat. Maar nu had je alleen een foto. Dan heb je gewoon alleen een foto. En je hebt niks gezegd. Ja. Nou, dan kijken ze aan met zo'n van, god, het praat. Want ze denken gewoon dat ik een foto ben. Ja, of zij een kwartier lang moet zitten verzamelen om te vragen, mag ik een foto? Foto? Ja, ik vind het wel stomzinnig. Ik kan een lijst zeggen. Maar goed, omdat ik ben er wel minder geworden. Ik heb ook een leuk publiek. Want het is ook nog steeds redelijk gemêleerd. Dan wel wit. Hè. Ik bedoel, het is wel redelijk wit ook. Maar wel ook alle leeftijden door elkaar. Dus ja. Dat vind ik ook heel fijn. Ja, dat was gisteren een jongen van 11. Ja, en er zat achter een meisje van 10 of 11 erachter. Maar ja, goed, dat is ook een grap in de show van... Is een jong iemand? Ik begin bij 40. Maar er zitten inderdaad families in de zaal. Ja, dat is heel grappig. Ik voelde me heel gevleid. Ik ben 42. Ik dacht, nou, ik haal het gemiddelde omlaag. Lekker. Ja, het gemiddelde heel erg omlaag. Maar volgens mij viel het wel mee. Maar het is wel lekker om... Dat je ziet dat hele families in de zaal zitten. Heb jij ook wel eens shows gehad dat je dus... Het is denk ik volgens mij na 2000 zo'n beetje opgekomen dat je de hele groepen CKV'ers hebt en de scholieren. Nou, die heb ik gehad. Dat zijn wel echt... Ik ben in 1987 heb ik Sterrenslag gedaan. In 1985 had ik mijn eerste solo-programma Stel Moeder Niet Teleur. Daar moet ik ook iets over... Want ja, ik heb natuurlijk ook even een beetje voorbereid. Waar ging ik nou mis? Nou, ik had een radioprogramma, De Zalige Liefdeslijn. En ik deed daar Bob de Rooij. Dat typetje wat heel erg populair werd. Maar het was toen nog een cult-type. Het was een Rotterdamse entertainer die ik speelde. En ik ben toen door een fabriek, Rat en Dodeheven, dat is een behangersfabriek hier in Rotterdam. Wat een goede naam. Rat en Dodeheven geloof ik. Werd ik uitgenodigd door de directeur om als verrassing op te treden op een chic diner in Huizen in de boerderij. Dat is een theater. Leuk klein theater. Ja, zo was een couvert van 60 mensen. Of ik dan als Bob de Rooij mijn optreden wilde doen. En ik kreeg er gewoon geld voor. En ik moest eerst optreden in een theater. Ik zei, kom ik daarna? Maar ik kan er pas om nu of 10:30, 11:00 zijn. Dat was geen probleem. En ik...
op Klitsmop toernooi. En die man wist alleen dat ik zou komen met zijn echtgenote. En ik kom binnen als Bob toernooi. En mijn eerste zin is, waar zit die lul de behanger? En die hele zaal, die schiet in de stuip. Echt, ik heb nog nooit zo'n verwalging uit 60, 59 paar ogen gezien. Op één paar ogen, ja, dat was de man, die heeft in de deuk gelegen. En toen zong ik, hallo, 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 hallo. Een liedje van 3 minuten uit. Ik zei, het zit er niet in, hè, boppers. En toen zei die man, ik zei, het heeft geen zin, ik hou me op. En toen hield ik op en toen ging ik naar achteren. Ik was natuurlijk, wat een klug. En die man die kwam binnen en die gaf me dus geld. Die zei, ja, ik fantastisch. Maar het lukt gewoon niet, maar het was fantastisch. Het was fantastisch. Maar dat was zo, je ging door de grond. Dat ik gewoon niet door had wat je op dat moment kon maken. Nou, toen in 1970 deed ik mee een sterrenslag. En dan moet je even uitleggen wat sterrenslag is. Ja, dat was een show die al jaren liep met de Afro. Daar gaan bekende Nederlanders in teams gaan ze spellen doen. Onder leiding van captains à la Wim Bosboom, Koos Postema. Die heeft ook nooit meegedaan, maar gewoon sprekende mensen. Ja. En dat grote werd dan gepresenteerd. Ja, grote namen van omroepen, politici, sportjournalisten, dat soort dingen. En het was echt een heel populair programma. Jarenlang op de buis geweest. André Verduin was een soort voice-over voor jaren, die stopte ermee. En Joop van den Ende had mij dan gehoord op het radioprogramma. Die dacht, dat moet Paul de Leeuw gaan doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben door Joop toen heel erg goed begeleid. Ook wat me te wachten stond. Dat hij echt met me door een stadion liep van de Efteling. Waar dan 2.500, 3.000 mensen wekelijks zaten om dat show te zien. Dat duurde een hele dag. En dan zei hij, kijk, nu kennen de mensen jou niet, maar over een paar weken weet iedereen wie je bent. En een paar weken later, inderdaad, allemaal spandoeken met Paul en helaas pindakaas. Dat was een leus die ik ingooide. En meneer Van Heumen, ik ben er klaar voor. Dat was de scheidsrechter waar ik een soort contact mee had. En, bestonden die al of zijn dat jouw leuzen? Helaas, pindakaas is volgens mij van mij. Maar dat, ik ben altijd zo bang dat er iemand in Zaandam zegt, nee, het is van mij. Want ik heb het dan ooit van iemand gehoord. Maar helaas, pindakaas, ik heb het volgens mij geïntroduceerd. Want meneer Van Heumen, bent u er klaar voor? Dat is duidelijk. Ja, die is van mij. Is van mij, ja. Oh, wat grappig. Ja, meneer Van Heumen, ik ben er klaar voor. Uiteindelijk, die spandoeken hingen. God, wat grappig. Dat hadden we ook van de ene gewoon zelf geproduceerd. Dat die spandoeken daar hangen, hingen. Dus ja, dat vind ik wel knap bedacht. Maar ik wilde weer serieus theater in met het tweede programma De Rozenbotteltijd. Maar die zaal zat gewoon vol met mensen die uit dat sterrenslagsucces dachten, nou, nu gaan we dus 2 uur lachen met Paul de Leeuw. En ja, als ik een serieus liedje, dat was niet de bedoeling. Dus er kwam verveling. Dus dat was voor mij best wel, ik was 25, dat was echt wel een redelijk moeilijke tijd. En ook scholierenabonnementen werden doorgevoerd. Dat was een hel. Want scholieren die kennen elkaar. Die beginnen aan elkaar te gillen. Die worden apart gezet. En dat is verschrikkelijk. En dat was vroeger nog misschien minder erg dan nu. Maar ze ontkenden dat steeds. Ik stond er in Breda in het Chassé-theater. En daar was het, ik had gezegd dat ik absoluut geen scholierenabonnementen meer wilde hebben. Maar die zei, het is niet gebeurd, niet gebeurd. Maar ik ging ook echt altijd achter het gordijn staan luisteren hoe de sfeer in de zaal was. Zo bang was ik voor mijn publiek geworden. Naar aanleiding van dat ze met andere ideeën zaten in de zaal. Dus ik moest daarop anticiperen. En dan weet ik wel dat ik zei, dat zijn scholierenabonnementen. Toen zei ze, nee, is echt niet waar. Het zit gewoon in de zaal. Niet waar, is echt niet waar. Nou, toen dacht ik, hoe krijg ik dit nou voor elkaar? En toen ging het gordijn open. Toen zei ik, hallo jongens, of jongens, wat fijn jullie allemaal zijn. Ik heb 1 afspraak. Als jullie een handtekening van willen, de afloop. Deed ik handtekening uit in ruil voor jullie kaartje. Nou, de afloop stonden er daar 10 keer jongeren die allemaal een kaartje inleggen. Waar gewoon op stond scholierabonnement. En zo heb ik er toen de directeur mee geconfronteerd. Die aan een kerstmaaltijd zat. En het was een ontzettende lul. Ik weet zijn naam niet meer hoor. Of Stans, volgens mij Stans. Maar misschien, nee, dat moet ik niet zeggen. Misschien is het niet zo. Dan beledig ik iemand die niet zo heet. Maar het was in ieder geval een beetje. Maakt niet heel veel uit. Uiteindelijk heb ik nooit meer in het theater voor jarenlang nooit meer daar willen optreden. En werd het ook wel duidelijk dat jij dat het een hele. En ik weet nog wel dat ik die avond thuis kwam. En ik sliep met mijn ouders, die woonden in België, om kerst te vieren. Ik weet ook helemaal kapot was. Echt huilen en het niet meer aankom. Nou ja, het was ook met kerst heb je dat meestal dat je weet, dan ben je ontzettend emotioneel. Daarna in januari ging het allemaal weer goed. Maar ik heb er wel een flinke knauw van gekregen. Van Jezus, ik sta dingen te doen die het publiek helemaal niet leuk vindt. Of dat verwacht ze niet van me. Ja, maar was die knauw
op die ene avond? Of gewoon zo'n hele periode dat je dus allemaal mensen krijgt die denken, je lachen hier, brullen. Ja, dat sterrenslag was in augustus afgelopen. En in bewijs spreken ging ik in september in première. En dan moet je voorstellen dat dan zo 16 december, 17 december ging het helemaal mis. Of 22 december. Dat heeft dan 2,5 maand geduurd dat je verwachtingspatroon. Ik denk dat ik het dan in januari heb aangepast. Dat ik dan toch ben gaan werken om dat toch anders te krijgen. Of misschien dat ik al lerende wist hoe ik die zaal toch... Ja? Ik heb natuurlijk Tineke Schouten ooit gezien in een zaal, die zat met een aantal leukers, zo'n clubje bedrijfsmensen. En ze kwam op, ze voelden het. En binnen twee zinnen had ze die hele zaal onder bedwang. Dat heb ik over jaren later. In de zaal dacht, jezus, wat is die goed zeg. Wat krijgt die club onder controle. En nu zitten nog steeds groepen bij mij. Nu is het geen probleem. We zitten wel uit elkaar. Dus je zit niet met 40 mensen in één club. En ik denk ook dat het ook hoe goed je programma is, daar zal ook het publiek op anticiperen. Ik heb het nu nog niet gehad dat mensen, dat er verveling is, of dat er een soort vermoeidheid komt. Dat het publiek denkt, nou, nu is het wel klaar. Dus het ook misschien nog niet met jezelf te maken. Ja, maar het lijkt me wel ook lastig als je, want je hebt zo'n programma gemaakt. Ik denk, nou, ik heb een mooi theaterprogramma en het is inhoudelijk. En dat ga ik lekker spelen. En je weet aan de ene kant ook wel, nou, ik heb naam en ik ben bekender. Dus nu gaat alles rollen. Ja, toen nog niet, hè. Want in 87 was ik natuurlijk, ik had mijn tweede theaterprogramma. Ik was net doorgebroken op televisie. Ik ging daarna een kinderprogramma doen, Snelbinder, 10:30, Paul de Leeuw. Zo in 89 begon ik eigenlijk een beetje aan het Schreeuwen van de Leeuw. Dus, okay. En dat is dan eigenlijk, dan begint echt wel de grote doorbraak. Dat was wel groot. Ik werd bekend. Maar niet dat ik nog heel erg al populair. Ja, ik was al populair. Nee, maar waar ik heen wilde, ik kan me wel voorstellen, je hebt zo'n programma, daar ben je enthousiast over, daar heb je tijd in gestoken. En dat je dan elke avond, of in ieder geval vaak, moet opladen met de gedachte, oké, laat er nu een zaal zitten die is gekomen voor wat ik gemaakt heb. Ja, dat was ik viel nu heel erg in, hoor. Maar... Nee, dat was niet zo. Nee, dat was niet zo. Dus ook, er waren ook mensen met spandoeken in de zaal. Met inderdaad helaas pindakaas. En die waren niet door Joop van Ende geproduceerd. Dat had ik mezelf meegenomen. Ik heb echt een soort... Ja, maar wat gebeurt er in je hoofd? Nou ja, dat, en je weet dat je nog 2 keer 3 kwartier of 1,5... Een uur en een pauze en 3 kwartier. Het liefst had ik die pauze ook overgeslagen. Maar dat kon niet, want dan moest je weer terug. Ja, nee, ik denk eigenlijk nooit over na. Want door deze podcast word je gedwongen. Oh ja, verrek, dat was... Je begon er nu zelf al. Dat was verschrikkelijk dat het echt niet goed ging. Maar ik was ook 25, 26. Dus ja, dan begin je net. Ja, je begint net qua carrière en opbouw. Maar je was al wel een tijd lang bezig. Nou, 3 jaar. 4 jaar. In 83 begonnen. Toen 2 jaar lang gestudeerd. En 85 mijn eerste show. 87 toen was 2 jaar bezig. Nee, niet lang. Want ik kwam wel tegen... Misschien ook in het licht hiervan. Je had auditie gedaan bij de toneelschool. Daar vertel je ook over in je voorstelling nu. Die auditie, ik denk dat het geen grote spoiler is als ik zeg, je was niet aangenomen. Nee. Maar wel... grote spoiler. Nee, helemaal niet. Nee. Maar ik las ook in een ander interview met je dat je ging naar de toneelschool voor auditie doen, omdat je gewoon acteur wilde worden. Ja, ik wilde Koop van Dijk worden. Ja, heel oude acteur. En weet je, en dat gaat dan niet door. En dat mensen ook zeiden, waarom ga je geen cabaret doen? Ja, want dat wilde ik niet. Nee, want je bent volgens mij eigenlijk een beetje tegen wil en dank. Nee, ik maak ook geen cabaret. Hè. Een cabaret was omdat je met een achter een microfoon zat en vertelt hoe het onrecht is, of wat voor leed er is in de wereld. Ja, dat wilde ik helemaal niet. Dus kijk, ik maak een beetje sociaal geëngageerd programma. Sociale misstanden. Dus ik heb gevoelsprieten. Dat vind ik spannend. Daarom is dit programma, nu ik 60 ben, eigenlijk een van mijn beste programma's. Omdat het echt gaat over de betrekkelijkheid van het leven. Over het afscheid van je vader. Maar ook wat je zelf betekent. Voor je kinderen, voor jezelf. En dus naarmate ik ouder word ik misschien best interessanter voor mij. Ja. Terwijl in het begin dacht jij, waar wel een sociale voelspiet dat ik het had over de mini-playback show. Of over, ook over relaties, hoe mensen met elkaar omgaan. En ja, dat heb ik dan zelf. Dat is niks nieuws onder de zon. Alleen ik dacht, ik wil niet met een microfoon zeggen dat het allemaal anders is in het Oostblok. Of dat het beter moet in Italië. Dat wist ik helemaal niet. Bijstandsmoeders, let op. Nee, dat had ik helemaal niet. Dus ik vergiste me ook met de term cabaret. Achteraf had ik gewoon de kleinkunst moeten gaan doen. Want zij zeiden ook, je moet naar de kleinkunst. Dat werd echt, dan zul je gelijk worden aangenomen. Omdat alles bij mij werd een grap op die toneelschool. Want kijk, ik chargeer het in het theaterprogramma. Maar wat er eigenlijk gebeurde was dat ze altijd om me moesten lachen. Dus als ik iets deed,
dan altijd zat er een lach bij. Dus die leraar die onderbrak me daarmee. Want die zei, ja, het is straattoneel. Je gaat nergens serieus in. Maar ik ging er wel serieus in. Alleen mijn fantasie ging op hol. Dat was een opdracht dat ik afscheid moest nemen van iets. Toen nam ik afscheid van de poes. Omdat iedereen nam natuurlijk afscheid van zijn geliefde. Omdat, nou ja, de kanker zat overal. Ik nam gewoon afscheid van mijn poes omdat ik een dagje wegging of zo. Ja, omdat ik dan nummertje 5 was in de rij. En we hadden al 4 ellendige levensverhalen meegemaakt. En ik zat heel dom op met een poes te strelen. En zei, we missen Poekie. En dan ging de zaal weer in een deuk. Of dan moest je iets doen dat ik dan... Ik weet niet wat ik moest doen, maar ik deed alsof mijn strip... Het was toen nog een strippenkaart als je in de trein ging. Of in de bus ging. Dat mijn strippenkaart vast zat. Maar ja, het was een opdracht. Dus die had ik dan weer letterlijk genomen of iets. Of je zit vast in iets. Dat mijn strippenkaart niet uitging. Ja, en dat werd gewoon een optelsom. Dat ze, ja, alles is bij jou om de grap. En niks meer om echt... De emotionele stroming. Ik voelde de emotionele stroming niet goed, geloof ik. Ja, nou, nu zitten we in een 5 uitverkochte halen in de Luxor Rotterdam. Precies. Maar wel ook, als je zo'n auditie doet, maar je krijgt dan, ook al komt er een lach op de andere dingen en is het later allemaal goed gekomen. Volgens mij ook op zo'n moment dat iemand zegt, ja, stop maar, dit is straattoneel. Verschrikkelijk. Ja. Hij heeft lang nog op de toneelschool gezeten in Limburg, Jan van Kesteren of Jan van Kasteren. En het grappige is, dat is een goed verhaal, dat het ging helemaal mis. We zaten met een groepje van, ik denk, 10-11 mensen. 3 dagen lang getrek je met elkaar op. Het was een hele knappe jongen, een soort jongensmeisjesjongen die ik heel knap vond. En natuurlijk met homoseksualiteit ook nog in de knel mee zat, vond ik hem heel spannend. Die jongen was super vrouwelijk. En die moest dan van zo'n leraar moest hij dan een generaal spelen. Die dan ons moest gaan drillen. Dus hij zei, ja jongens. Hij zei, nee, het moet mannelijker. Dat was vrij hard en confronterend. Maar goed, daar was niks mis mee. En toen moest ik dus auditie doen. En ik deed het gedicht De Blauwbeelgorgel van C.S. Budding. Maar al kotsend. En dat was al redelijk hilarisch. En toen deed ik nog een hele zware monoloog uit een zwaar stuk hofscènes over Prins Philip II. En ik speelde Eboli, die zijn tong was uitgerukt. Dus ik had eerst die kotsende blauwbeelgorgel gedaan. Dus de blauwbeelgorgel, mijn vader is een porgel. En toen denk ik, nu doe ik hofscènes Eboli. En denk ik, Eboli, kijk me aan. Ik dacht, hij is zijn tong kwijt. Nou, die zaal kwam niet meer bij. Terwijl het gewoon een hele zware scène was. Ja, dus niet alleen die groep van 6, maar de hele groep van mannetje of 60, 70, inclusief leraren, die schaterden het uit. En dat een hele zware monoloog is. Ja, toen heeft Van Kasten me gewoon onderbroken. En ik moest die avond bij hem nog, dezelfde avond moest ik nog improvisatie met hem. Toen heeft hij me echt gebroken, ja. Heeft hij me echt gebroken. Gewoon echt heel naar. En op wat voor manier heeft hij je gebroken? Om mij te laten zien dat ik dus niet functioneer op die toneelschool. Omdat ik constant in de grap schoot. Hij wilde me constant hebben daar waar ik misschien niet wilde komen. Op die kont komen, kan ook. En uiteindelijk ben ik afgewezen. Nou, dat vertel ik namelijk in het theaterprogramma over. Maar het mooie is dat een jaar geleden ging Hans Kesting, vriend van mij en een hele goede acteur. Die ging naar de toneelschool in Maastricht, waar hij is afgestudeerd, ging hij terug. En toen vroegen 2 leraren hem, wat doe je nou eigenlijk? Wat ben je aan het doen naast je toneel? Hij zei, nou, ik maak met Paul de Leeuw, een vriend van mij, maak ik een tv-programma mee, ik doe een podcast mee. Hij zei, Paul de Leeuw, ja, die hebben we ooit nog auditie doen. En toen zei hij, dat is een ontzettend talentvolle jongen. Alleen niet iedereen was het ermee eens. Dat gebeurt wel vaak op de toneelschool. En ik kreeg toen maar terugwerkende kracht, 40 jaar later, nog zo trots dat toch het talent toch werd gezien. Ja, het slaat natuurlijk nergens op. Of misschien wel. Maar dat je nog 40 jaar later denkt, jezus, ze zagen het dus wel. Ja, ja, ja. Behalve die gekke Jan van Kesteren, Jan van Kasteren niet. Ja. Ik heb zelf ook wel eens in auditie gezeten met de kleinkunst. Dat je dan audities afneemt en dan moet je met z'n allen beslissen. Dat heb ik 1 keer gedaan, dan heb ik dat nooit meer gedaan. Dat was het jaar dat Carlies van Hout werd aangenomen. In dat jaar. En dat was een heel sterk jaar overigens. En ik vond het heel leuk om die auditie te zien. Maar daarna moet je beslissen. Mm-hmm. Zie je een tafel vol mensen die allemaal leraar zijn. En die gaan dan beslissen over iemand. Of die wel of niet aangenomen worden. Ja, ik vond dat verschrikkelijk. Dat kon ik vond mensen dan bijvoorbeeld heel goed. Die anderen weer niet goed vonden. Maar ik vond mensen niet goed. Dat eigenlijk maar die worden om hele andere redenen aangenomen. Helemaal niet om het talent. Maar omdat ze misschien heel erg aantrekkelijk zijn. Of misschien. Ik wilde daar niks mee te maken. Dat heb ik 1 keer gedaan. En dat wilde ik nooit meer doen. Dat vond ik zo heftig. Ook omdat je dan eigenlijk een autoriteit bent. Wat ik helemaal niet wil zijn. Dat, ja, ik wil geen autoriteit zijn. Dus ik wil ook helemaal niet meer dat gevoel hebben dat ik kan beslissen over iemand of die wel of niet wordt toegelaten op de toneelschool of kleinkunst.
Nee. Hielp zo'n ervaring om te begrijpen wat er jaren eerder was gebeurd? Dat weet ik niet. Wel nu met terugwerkende kracht, als je dat een jaar geleden hoort, dat een aantal leraren me wel talentvol vonden. Misschien dachten ze ook hoor, hij moet naar de toneelschool. Of naar de kleinkunst, hij moet niet naar de toneelschool. Want toen was toneelschool, maar zicht echt toneelschool. In Amsterdam is het gewoon kleinkunst en toneel. Hè? Ja. Word je uiteindelijk na een jaar weer volgens mij, wordt gezegd wat je moet gaan doen. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik zelf daar zat en dacht, dit wil ik nooit meer doen. Dit wil ik nooit meer doen. En ik wil ook nog meer een talentenjacht mee meedoen. Ik heb er uiteindelijk een uitzondering gemaakt van Holland's Got Talent, omdat ik dat echt wel een leuke show vond. Maar ik vind een talentenjacht, een jurylid, vind ik echt heel heftig. Ik zou het wel voor de aankoop, voor de boekenprijs zou ik het heel graag willen, dan een gekke boek lezen. Maar goed, daar heb ik dan te weinig titels voor. Maar dat zou ik wel leuk vinden om daar aan mee te doen. Maar ik heb dat met creativiteit of acteren of zo, dat uitvoerend, nee. Moeten we niet doen. Er wordt aangebeld. Dan hebben we nog 3 uur te gaan voordat de show begint. Ze beginnen al vroeg. Hoi, Wouter hier. Ik onderbreek heel kort om je even te vragen om een like te geven als je dit een leuke video vindt. Als je dat doet, dan zorgt YouTube ervoor dat meer mensen deze video te zien krijgen. Laat ook even weten in de comments hieronder wat je van de aflevering vindt. En als je nog geen abonnee bent van Elektra Podcast, klik dan op abonneren. Dat is helemaal gratis. Als je daarna ook nog op de bel klikt, krijg je een melding als er een nieuwe aflevering is. Want elke dinsdagmiddag is er een nieuwe gast die vertelt over zijn of haar slechtste en raarste shows. Wil je me financieel ondersteunen bij het maken van deze podcast? Te gek? Klik dan hieronder op dat hartje met bedankt erbij. Of ga naar elektrapodcast.nl en doneer gewoon daar via Ideal of bankcontact. Oké, snel terug naar Paul. Wat ik me nog wel afvroeg, want zo kwamen we ook bij die auditie. Toen had je nog de ambitie, ik word serieus acteur. En dan heb je dat programma met een serieuzere toon waar het publiek met spandoeken komt zitten. Speelde dat nog door, zeg maar? Nee, dat was helemaal weg. Ik weet wel dat je ook niet werd genomen. Ik heb in die carrière ook best wel audities gedaan voor films en dergelijke. Maar dan heb je ook te maken met regisseurs die liever met onbekende mensen zullen werken. Dat mijn naam al te bekend was. Dat je dacht, dat kan je niet weg meer spelen. Dat was ook wel bekend. En ik ben natuurlijk een acteur. Ja, ik ben meer een performer. En als je me ziet, dan denk je gelijk aan de dingen die ik heb gedaan. Niet meer dat je een blanco iemand bent. Nee. Ik denk wel, naarmate je ouder wordt, dat het interessanter is om misschien mij dan te zien. Ik heb met Job Godschalk in die tijd wel een paar mooie kansen gekregen om mooie stukken en mooie rollen te spelen. Waar ik er nog steeds heel erg dankbaar voor ben. Maar dat houdt op een gegeven moment. Maar op een gegeven moment heb je daar ook, dat denk je ook, ja, dat is niet mijn vak of dat is niet mijn stijl. Ik heb met Hans Kessing er ook wel eens over gehad. Hans Kessing had ook iets wat op tv wilde, die graag presentator worden. Dan zei hij, ja, dan ben ik ook niet echt goed in hetzelfde geld. Ik ben ook niet echt een goede acteur. Terwijl ik echt goed ben in amuseren. Of in heel op tv kan ik dat best goed. En dat geldt ook voor Hans, dat je op acteurgebied, nou ja, ik ken geen betere of geen interessantere acteur dan hij. Terwijl ja, tv is toch een ander métier. Dat geldt voor mij andersom ook. Dus dat tv, ja, dat ben ik in geboren. En theater, of toneelspelen, ja, dat is voor mij toch echt een ding. Ja. Iets anders wat ik tegenkwam, dat ik dacht, wauw, dat is een heftige klus. Je werkte vroeger als bijbaantje bij Van der Valk, maar dan ben je ook pianist geweest. Ja. Dat is volgens mij een heel ondankbare taak. Ik werkte met Van der Valk. Toen ik een jaar of 18 was, ging ik werken. Ik deed de HAVO, na de MAVO. En ik wilde gewoon geld verdienen. Ik had een krantenwijk jarenlang. En nou, uiteindelijk hoorde ik dat ik met Van der Valk kon werken. Ik moest eigen pak verzorgen. En dan kon je gewoon werken met Van der Valk 10 uur. En ik heb dat gedaan via een vrienden van mij. Uiteindelijk ja, heb ik daar enorme lange vriendschappen aan overgehouden. Nog steeds vrienden die ik al vanaf mijn 18e ken via Van der Valk. Maar ik was niet een goede ober, ik was vooral een gezellige ober. Dus ik was gezellig, ik was niet goed. Je had dan een wijkje van 4 tafels. En Rob van der Valk was een van de jongens van der Valk die bezig was met het imperium op te bouwen. En die had steeds leuke ideeën. En wat het grappige aan, waar ik heb heel veel geleerd. Hè, dus ook het improviseren, het opletten, wat in de zaal gebeurt. Dat komt allemaal door mijn horeca-ervaring. Dat heb ik daar geleerd. Ja? Ja, ik heb alles in de gaten. Ik weet ook wat iedereen heeft gegeten of gedronken. Ik kan misschien geen naam onthouden, maar ik weet wel precies. Ik kan bijvoorbeeld weten wat mensen hebben besteld als ik met ze heb gegeten, bijvoorbeeld. Ik weet bijvoorbeeld namen, daar ben ik heel slecht in.
Ja. En ook drankjes onthouden, daar ben ik ook heel goed in. En gerecht. Ik weet ook wie wat besteld heeft. Dat vind ik ook heel erg als er iemand staat. Wie had dat? Ik weet eigenlijk precies wie wat dan heeft besteld. Dat is ongelooflijk. Ja. Dat heb ik van de Valk geleerd. En dan was het leuk op zondag, als je dan zondag dienst had. Was dan het einde van het weekend. Dan moet je lachen. Nou ja, ik vind het zo grappig dat, het inderdaad, dat ik heb niet in restaurants gewerkt, maar wel bij de kiosk en bij de Smullers op Utrecht Centraal. Wat onwijs druk is. En had je ook wel eens dat er nog 16 bestellingen in de frituur zaten. En op een gegeven moment, ik vond het ook altijd een sport om te weten, oh ja, die had die had. Ja. Of vaste klanten, dat je altijd wist, oh, die heeft dit. En inderdaad, ik moet vooral lachen. Zo, oh ja, dat is inderdaad wat je in een show vaak ook doet. Dat je een klein detail van helemaal aan het begin weet om het aan het einde terug te kunnen laten komen. Horeca, dat weet ik zeker. Dat je moet onthouden. En ik heb niet alleen maar van de Valk. Ik heb in het begin van mijn carrière ook bij Broodje voor Kootje gewerkt. Nou, waren broodjes. Ik heb in Eetcafé de Hut gezeten. Daar heb ik de serre bestierd met 8 tafels. Dus ik heb door de jaren heen heel veel horeca gedaan. En echt al die tafels schaamde. Maar nogmaals, ik liet veel vallen hoor. Maar ik was wel altijd gezellig. Ze hadden altijd lol met me. Of als ik ben van de Valk, was ook betaalbaar. Dus dat had de hele groepen familieleden met elkaar te eten. Want oma was 80 geworden. En dan wist ik bijvoorbeeld dat de paling een grondsmaak had. Maar dat mocht je natuurlijk niet zeggen. Die smaakte te grondachtig. Dat is een smaak die niet lekker is. Dan belde me, of aal. En dan zei bijvoorbeeld, die oma zei dan van, en dan voor mij paling. Ik zei, dat wilt u niet. Nee, ik wil paling. Dat wilt u niet. Dat wilt u niet. Dat wilde ik niet. Ik wil geen paling. Toen bestelde ze bijvoorbeeld zalm. Omdat die paling niet tevreden was. Maar dat kon je niet zeggen. Maar zei, dat wilt u niet. Wilt u iets anders? Maar dat wilt u niet hoor. Nee, dat doe ik wel. Dat was mijn ober zijn. Of kinderen die dan vervelend waren, hadden we. Toevallig vanavond komen er twee mensen die ik ken van de Valk. Twee meiden, die ontzettend, twee zussen, die komen vanavond kijken. Die ik dus al echt, toen ik 20 was, heb ik ze leren kennen. Ja, en zie ze niet veel. Maar dan, op Facebook zeggen ze, we komen vanavond. Dus ik zie vanavond dan borrel met ze drinken. Maar uiteindelijk op zondagmiddag. En die meiden waren zo geweldig. Want als er dan kinderen aan tafel liepen, die moesten dan te lang zitten, jengelen. Dan deden wij gewoon wat kier in hun kinderijsje. Waardoor ze gewoon rustiger werden. Het is een likeur, toch? Maar zeg, ja, nou ja, nee, het is, ja, nee, het is een witte likeur. Kier is een beetje dat. Toch, nee, het is, nee, het is wel kier, ja. Ja, het is wel die likeur wat er met champagne ook zit. Ja, 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 precies. In ieder geval alcohol. Ja, in ieder geval alcohol in een soef. En dan waren ze gewoon rustig. En dan hadden we ook een vrouw. En je had 4 tafels. En was afhankelijk van de fooi. En als je dan tafel. Als je begon op zondag. Want zondag was de leukste dag. Van 12 tot 10 had je dan een shift. En van 2 tot sluit. En ik had alle 2 sluit, geloof ik. En was om een uur of 10 was het allemaal afgelopen. Of is het allemaal 12, 10, maar niet uit. In ieder geval, als je dan 4 tafels had, was je heel afhankelijk van de fooi. Want je kreeg maar 4 gulden per uur. Per uur. Dus 4 gulden is dan 2 euro, nou gewoon eens 1,85 euro per uur. Ja. Dus dan moest je het echt van de fooi hebben. En als je een tafeltje had waar mijn vrouw zat met een hond. En die bleef uren zitten met maar 1 jenevertje en verder niet. Dan zeiden we, wat wil het hond ook wat water? En dan, ja, als het kan, dan deden we wat jenever in de waterbak. Waarop die hond totaal gek werd. En dan moesten we binnen een kwartier moesten met een scheidende hond naar buiten. Dan hadden we wel een tafeltje weer vrij. Maar goed, op zondag hadden we dat. En dat was fantastisch. Op zondag om 10 uur was het afgelopen. Dan kwam Albert de baas, Rob van de Valk, kwam altijd bij ons zitten. Of eigenlijk kwam bij hem zitten. En dan mochten we altijd zelf biefstuk bakken, wat nog over was. En dan mochten we met z'n allen gaan eten. Midden in het restaurant, dan werden alle tafels, werden alle stoelen op de tafel gezet. Maar 1 grote tafel bleef vrij. Alle kaas werden neergezet. Jongens gingen in de keuken koken. Er werden borden neergezet. Wijn werd gehaald en dan gingen we met z'n allen eten. Dat was een top afsluiting van zo'n weekend, als je hard gewerkt had. En toen kwamen ze wel eens op het Sinterklaas en op Kerstman en Kerstfeest. En toen zei ik, nou ja, ik kan piano spelen. En zei, ja, ik kan ook best Kerstman spelen. Zei Rob van der Hoek, nou, dat is leuk. Ben jij dan Kerstman? Ik zei, ik ben Kerstman. Dus de eerste jaren ben ik op beide kerstdagen ben ik als Kerstman door die zaal gegaan. En kinderen begroet en ook heel vervelend. Zei tegen kinderen, als kinderen heel vervelend. Zei, weet je wat jij vanavond krijgt? Wat je met Kerst krijgt van je ouders? Nou, Atari spelcomputer. Dan liep ik weer weg. Als hele vervelende kinderen. Maar ook echt op schoot zitten. En moeders bij mij op schoot. En, nou, dat was geweldig. Dat was een hit. Nou, toen zei hij, wat kan je nog meer eigenlijk? Ik zei, ja, ik kan ook piano spelen. Dus ja, daarna heb ik een paar jaar gedaan. Dan ging ik echt op kerstdag, 24 december. 25 december en 26 december ging ik piano spelen van 12 tot 10. Had ik allemaal 10 uur lang aan 1 stuk piano. 3 uur spelen en 5 minuten en 10 minuten vrij.
Ja, nee, ik denk niet. Nee, dat nu niet overdrijven. Ik denk dat het uur, nee, ik denk wel 2 uur spelen en dan 10 minuten vrij of zo. Maar het was, en ik had dan allemaal van die medleys. Ik deed alles in C, in dezelfde toonsoort. Maar ja, goed, de mensen bleven maar 1,5 uur, 2 uur zitten. Maar Van der Valk was natuurlijk snel eten. Behalve als je om 8 uur kwam, kon je blijven zitten. Was je de laatste shift. Het waren allemaal menus. En dan hadden we mensen. Het werd natuurlijk vol gepland met tafels. Er was 1 noodtafeltje voor mensen die het niet hadden gereserveerd. Die zat aan mijn piano. Moet je voorstellen, ik dus. Nog dichter. Dus hier speelde ik piano. En daar zaten de mensen die me aan zaten te kijken. Jingle bells, jingle bells. Nou, die werden gek. Die mensen gaven ook echt voor je om even wat langer te stoppen met piano spelen. Dan had ik echt een medley van Carpenters nummers, ABBA nummers, Cash nummers, Songfestival nummers. Maar dat is toch ook geestdodend als je Ik was jong en ik was nog heel erg ambitieus en ik kreeg aandacht. En naarmate de avond voordat, uiteindelijk zat die hele tafel met messen en glazen, jingle bells, jingles. Het was gewoon een orgie wat er ontstond. Maar ja, dat was wel sfeer. En dan weet ik wel dat er de nieuwe keuken werd geopend op 1 hoog. En dan speelde er tussen 3 zalen. Dus er waren 2 kleinere zalen en een grote. En dan zat ik tussenin. Dus ze konden me allemaal horen. Maar de keuken was de nieuwe keuken. En die gas viel uit. Dus toen zei de chef, kwam even doorspelen. Want het gas is uitgevallen. We kunnen niet koken. Dus ik doorspelen. En op een gegeven moment komt iemand toe. Even stoppen, want er is iemand te onwel geworden. Er lag een man onwel te wezen. En er kwam een ambulance aan. Dus ik weer stoppen. Nee, je speelt nog door, want het gas is er niet uit. En die man die ligt onwel te wezen. En er komt nu... dood en leven. Dood en gas. Zat ik. Maar ja, daar leer je heel veel van. En het mooie was ook dat op tweede kerstdag... Dan werd het gemiddelde, dus alle filialen van Van der Valk, werd het gemiddelde genomen van wie de beste verkoop had. Dus de omzet gedeeld door het aantal stoelen die je had. En wij wonnen heel vaak. En dan kregen wij op tweede kerst een gigantisch feest aangeboden. Dat feest was er al. Dan had je disco met drank. En alles wat over was met kerst, dat mochten wij dan opeten. Met drank en een DJ. En dan uiteindelijk om 2:30 s'nachts hoorde je dan... Wie had gewonnen? En dan ging de champagne open als je dan had gewonnen als bedrijf. En met een paar keer hebben we het gewonnen. Ja, dat zijn onvergetelijke momenten. Echt dat... Van der Valk geen kwaad woord, hoor. Nee. Dat ik ontzettend veel... Het leuk om te horen dat je het er zo leuk hebt gehad en zo veel hebt geleerd. Maar toen ik het las, weet je, achtergrondpianist zeg maar, bij een Van der Valk... Jij zei, je bent jong en ambitieus. Maar juist als je jong en ambitieus bent, zou ik denken... Oh, maar dan... Uren maken. Uren maken. Dat zeg ik. Iedereen, ga, maak je uren. Maak uren. Denk niet gelijk, dat is zo erg. Van geef me een autocue en ik ben er. Ja, dat is niet zo. Nee. Ja, je bent er. Maar tussen zo'n stonnetje ben je dan. Want heb je later ook nog wel eens mensen in de zaal gehad? Bijvoorbeeld die onwel werden. Dat je dacht, nou, dit kan ik handelen. Dit heb ik bij Van der Valk. Ja, nou, niet bij Van der Valk. Nee, maar onwel heb ik dan niet zoveel gehad. Maar wel, wel dat mensen, ja, of er gebeurt iets. Of er is iemand die flauw valt en stop je. Of dat... Ja, en wel dat ik ben natuurlijk redelijk goed bij de gehandicapte mensen. En ik zat in Arnhem, vlakbij het dorp. Ja, heb ik wel eens echt gehad dat er op een avond tijdens de voorstelling echt wel 8-9 rolstoelen zaten. Met hele bedden. Ja, daar moest je wel op anticiperen. Want, en ook met lawaai, dus met machientjes of met roggel of dingen. Ja, moet je op anticiperen. Dat moet je ook niet negeren. Nee. Maar toch recentelijk nog een paar weken geleden zat er enorm... Ik dacht, wat zit er nou in een soort grote iPad? Ik dacht dat het van theater was. Maar het stoikste, wat is er nou een iPad? Dat was een soort invalide wagen, maar totaal uitgerust met alle technieken. Ik zei, goed, dan weet ik dat. Maar dan weet ik gewoon dat u de boel verlicht. Maar dan is er gelijk een lach. Want ik denk ook dat mensen die naast die meneer zitten ook denken, wat is het nou? En als je het benoemt, is er niks meer aan de hand. Nou ja, en juist ook door het zo te checken, weet je wat er is. Dit is waar ooit het fameuze incident met Gewertam is geweest. Ja. In de orangerie in Roermond. Omdat hij dacht dat het iemand foto's aan het maken was. Ja. Dat bleek ook gewoon heel onschuldig een rolstoeler. Ja, maar dan is de verontwaardiging vooral van de andere mensen is groot. En dat vind ik toch het allerergste. Van ja, dat die fout kan gemaakt worden. Maar goed, toen ook al die wagens binnenkwamen in Arnhem. Het was ook een geweldige avond. Maar je moet het wel benoemen. Want ook mensen die hebben betaalde ook geld voor. En denk ja, die kunnen ook denken, wat gebeurt hier? Dus als je zelf... onderdeel maakt van de show. Het waren echt absurd veel rolstoelen en bedden. Ja, de hele bedden vind ik prima, maar dat moet je toch benoemen. Ja. En deze vinden mensen dat ook heel leuk. Omdat ze het ook heel erg prettig vinden dat ze gewoon normaal behandeld worden. Maar het is vooral de mensen omheen die dan verontwaardigd zijn of gepikeerd dat het dan zo met die mensen wordt omgegaan, dat ik onzin vind. Ja. Maar ik heb
Maar niet dat ik dan... ik heb vooral van de vallen geleerd... wat ik al zeg, ook omgaan met alle mogelijke omstandigheden... en in alle omstandigheden ook een oplossing zien te vinden. Dat is van de vallen ervaring, ja. Maar ik heb me als pianist ook nog vaker opgetreden... want dat werd bekend dat ik een pianist was. En ik was echt niet goed, hoor. Alles is een C, wat ik al zeg. En toen werd Litouwers, die werd jarig... die gaf een feestje in een heel leuk restaurant... van vrienden van mijn ouders... Dat is gezegd, Leen Huizen komt. Je kan kiezen professionele pianist, die kost zoveel. Maar je kan ook studentenpianist doen. Dat is 75 gulden voor de hele avond. Nou, dan zegt die studentenpianist. Dat was ik. Maar nog helemaal niet bekend, hè. Dus ik zit daar te spelen. En ja, ik had ook weer dezelfde repertoire. Soms wel repertoire, de Carpenters repertoire, Nederlandstalig repertoire. En ik ben aan het spelen. En ze komen binnen. Maar ja, meer mensen in dat restaurantje. Maar ik speelde dus voor Lee eigenlijk. En op een gegeven moment wordt er 10 gulden in mijn zakje gedaan. Speel wat van Leen. Nou, my way dan maar, my way. Nou, een team is dat wil natuurlijk een ander vriend ook niet om me doen. Dus 25 gulden in mijn zak. Joh, speel nou wat van Leen. God, you never walk alone. Ik denk, ik ken niet zo'n nummers van Leen. Dus weer, ik werd er opeens weer 10. Joh, speel nog wat van Leen. Ik denk, ik ben nu wel echt door mijn repertoire van Leen heen. Later heb ik hem wel ontmoet als Leen. En dat weet hij ook nog wel. Maar hij wist natuurlijk niet dat ik het was. Maar hij wist wel dat hij ooit die pianist had. Ja, nu natuurlijk niet meer. Maar toen was het echt... heb ik me dat verteld. En weet je nu dat ik ooit nog voor je heb opgetreden als pianist. Maar het speel wat voor Leen, dat blijft ons altijd bij. Speel wat voor Leen. Speel wat voor Leen, joh. Wat goed. En ik weet, in de jaren 90, een vriend van mij had een cd van jou... waar ook het nummer op staat over Lee Towers. Ja, hier is Microphone of Real Gold. Eindeloos vaak gezongen op de fiets naar de stad als we uitgingen. Dus dit is full circle. Hier is Lee. Ja, hier is Lee, dat hele deur van Bob Troy. Ik had ook Joep van Deudekom nog een berichtje gestuurd. Omdat ik dacht dat hij in de aflevering die met hem opnam... een verhaal vertelde over jou. Toen zei hij nee. Dat was met Thomas Agda en Paul de Munnik. Hij zei maar... wel een ander verhaal van Paul. En ik dacht, mooi, ik heb een verhaal. En dat was weer geen mislukking. Maar die zei, maar wel een goed verhaal. Die zei, wij zouden, of in 92 zou jij naar de Nederlandse skivereniging moeten voor een optreden ergens. En jij kon niet. Toen is Nur gevraagd, niet uit het raam, met Joep van Deudekom. Joep heeft daar iemand ontmoet. Ja. En daar is die inmiddels 25 jaar mee getrouwd. Ja, dat klopt. Ja, nee, dat klopt, ja. Dat deed ik voor de skivereniging. Die ging op, het was een ski met jongeren. Dat presenteerde ik een paar keer. En er was ook een soort modeshow. En dan van McNeil. En dan ging je al... Dat was een kick-off van... Dan. Uiteindelijk gingen ze een week later gingen ze dan met z'n allen op wintersport. Allemaal van jongeren. En daar was ik een presentator van. Ja, dat maar dat klinkt wel als een heftige klus. Ja, maar ik was natuurlijk zelf... Ik was natuurlijk jong. En 92 was ik 30. Maar die kon ik dus niet. Ik was 29. Maar ja, ik was natuurlijk. Ik had dat programma De Zalige Liefde op de radio van 4 tot 6 op zondagmiddag. Waar heel veel pubers en jonge mensen naar luisteren. Want die deden hun huiswerk en ondertussen luisterden naar mij. Ja, ja, ja. En dan ging je altijd over die grens heen. Van wat wel mocht en niet mocht. Daardoor kreeg ik veel van dit soort om jongere dingen te doen. Wat ik heel leuk vond doen, maar ik was natuurlijk zelf ook jong. Ja, ja, ik deed gewoon mee met iedereen. Ik was ook brutaal. Was je op mijn mondje gevallen. En ik was natuurlijk... Ik weet nog wel, mijn schoonouders, die keken mij bijvoorbeeld niet. Toen de man met wie ik nu ben, dan keken zij naar mij. Dan gingen de schoonouders. Mijn schoonouders gingen echt naar boven. Die konden me niet handelen. Nu wel inmiddels. Maar uiteindelijk vonden ze me verschrikkelijk in die begintijd. Dus ouderen hadden heel veel moeite met mij. Ja. En heb je wel eens bij live shows gehad... juist met de improvisatie of brutaal zijn... heb je veel weglopers bijvoorbeeld gehad? Of mensen die... Ja, echt nou, bozig. Met ja, wel, dat wel. Maar dat was dan echt wel in de iets het conservatieve contraien. Dat mensen, ja. En vooral mensen in het begin die dan niet wisten wat ze kregen te zien. Dus die liepen weg, ja. Ja, dat zijn wel mensen echt weggegaan ook, ja. Ja, omdat het ook grof was en ook niets ontzien. Maar dat was natuurlijk het begin van je carrière. Op een gegeven moment, ik denk dat door Schreeuw van de Leeuw... Toen werd wel een beetje mijn trucje... Dat werd dan wel werd steeds populairder en ook wel goed. En dat, toen heeft ook, ik heb toen beste maatjes gemaakt met Hans Kest... met Hans Breedveld en Joep Onder de Linden. Dat was toch in... Ja, dat was volgens mij na Le Miserable. Ja, ik weet het allemaal niet meer, hoor. Maar in ieder geval... dat was ervoor nog, 89. Nou ja, dat was een groot succes. Toen was inmiddels bekend wat we deden. Maar dan deden we de Waffers, de Willem-Alexander-fans. Drie meisjes die allemaal... Want ging Willem-Alexander studeren in Leiden. En dan waren we de Waffers. Dan liepen mensen weg. Omdat het om het Koningshuis ging.
Ja. Want weet je nog een eerste keer of een van de eerste keren dat er iemand wegliep? Ik kan me voorstellen dat je daar ook wel... Nee, dat kan ik niet meer herinneren, nee. Of mensen die ook echt vokaal, zeg maar, de tent... Ja, ik heb wel... maar dat heb ik Sonja meegehaald. Dat ik 6 vrouwen uit het Bos Theater in de Sonja, Bos... de talkshow. Ja, Bies Theater in de Bos. Ja. Er zitten 80 mensen en 6 vrouwen vierden hun bachelor. Vrijgezellenavond. En die wijven hadden al wat gedronken. En ja, in een club van 80 man. Als mensen een eigen feestje hebben, ja, dat red je niet. In een grote zaal red je nog wel, maar met 80 man red je niet. Dus ik heb ze eruit gelaten zetten. Kregen ze geld terug. Want het was niet te houden, het was niet te handelen. En toen hebben zij de krant geschreven. Nou, kwamen ze bij Sonja Barend. Dus haar praatprogramma moest ik ook komen. Nou, als je dat terugziet, je kunt op YouTube kijken. Het is ik schaam me dood wat ik daar doe. Een kapsonisch jongen en een grote brutale bek. Maar die vrouwen, die blijven met z'n 6 ook een beetje onredelijk. En ook een beetje... Dus ik weet nog niet of je daar voor mij bent. Maar ik was toen ik terug zag voor die vrouwen. Ik dacht, ja, wat was ik een vervelende jongen. Weet je nog hoe die avond ging? Of wat zij... Nou, die vrouwen werden uitgestuurd. En onder applaus van... Maar het duurt natuurlijk... Het is niet bij de eerste keer dat iemand eruit gaat. Dus dat bouwt op. Maar je weet gewoon door dat het niet meer werkt. Dus dan voel je gewoon dat het niet werkt. Ook omdat het een heel klein zaaltje was. Normaal dan hoor je iedereen ademen eigenlijk. Mm. Dus, en ik zei het ook niet. Ik zei, ja, dit werkt niet. Ik wil u vragen of u de zaal verlaat. U krijgt geld, maar dit lukt niet. Er wordt ook geklapt door andere mensen die daarmee eens zijn. Dus dan, maar goed, ze gingen de krant bellen. En dat werd opeens een Sonja op zondag of maandag of dinsdag item. En Sonja neemt het dan nog niet voor me op, geloof ik. Of wel, weet ik niet meer. Maar ze was op de hand van die vrouw. Maar die vrouw maakt zich ook wel een klein beetje belachelijk. Omdat de attitude, mijn houding is zo arrogant. Maar ja, die jongetje ging, die niet, ja, die boog niet voor autoritair. die was gewoon, hiërarchie bestond in mijn hoofd niet. Ja, ja, maar goed, dat was begintijd. en later, want je hebt een tijd geen theater gemaakt. Nee. En toen heb je Poephoofd gemaakt, sowieso, waar je... als ik het goed heb, elke avond een appeltaart bakte? Nee, dat was Ik Ben Rustig. Oh, Ik Ben Rustig, ja. Poephoofd had te maken met... op een gegeven moment was ik 50. En ik denk, dat was dus 2012. 2012. Je bent nu 60 in 22. Ja, dus 2012. En het was net de schreeuw van... Mooi Weer de Leeuw was heel succesvol geweest. Ik had geen antwoord erop. Ik bleef tv maken en het was niet meer goed. Je voelde gewoon dat het bekend werd. En ik voelde me niet meer lekker. En ik dacht, nou moet ik weer terug naar het theater. En ik dacht, dit is erop of eronder. Heb ik mijn vaste regisseur Ruud Wijsman gebeld. Van, ja, ik ben weer heel laat. Maar ik wil graag weer een theaterprogramma maken. En het is of het is goed of het is niks. Wil je daar meewerken? Hij zei, vind ik heel interessant. Toen werd ik ook gevraagd om mijn 50ste door de VARA om een documentaire te maken. Waarin ze mij een jaar zouden volgen. Dat is spannend, want ik dat jaar gaat dan een programma maken wat ik 50... Dat kan ook helemaal misgaan. Ja. Dat was na zoveel jaar een enorm groot succes. Ook zowel artistiek als qua publiekse succes. Toen heb ik daarna nog 2 programma's. Dus Ik Ben Rustig gemaakt en Vette Pech en The Best Of. En nu, het programma dat ik nu maak, heeft ook weer te maken met het feit dat Busje Komt Zo was een programma dat ik maakte samen met Hans Kessing, waar ik ontzettend veel plezier aan had. Dat is door de tegenvallende kijkcijfers, wat een reden heeft, maar dat doet er niet toe. Tegenvallende kijkcijfers, het mag niet meer gemaakt worden. Zullen dat ik een ander programma ga maken, waar ik nu over nadenk of ik dat wel wil. Toen dacht ik ook weer terug naar theater. Die was nog korter, want in mei werd bekend dat het programma niet gemaakt zou worden. En toen heb ik pas Ruud gebeld van, ja, ik denk dat ik weer een theaterprogramma moet maken, want... Ik verzuip weer op televisie en ik moet weer terug naar mijn roots. Dus naar en nu is het oktober, dus daar zit... November. November, ja. Maar dit nog net een half jaar. Ja. Dat is heel kort. Ja. Ja, het programma is hartstikke goed geworden. Ja, het was heel erg leuk. Ja. Maar heb jij nog zenuwen als je dan weer een nieuw programma maakt? Zeker, gaat zeker. En ik ga met Richard Groenendijk heel goed om. Nou, je hebt die Polifinario gewonnen. Ja, en die heeft echt een waanzinnig goed programma. Daar heb ik ook naar gekeken. En dan word ik bloednerveus. De enige wat ik wist, dat ik hier 5 dagen zou staan vanwege mijn 60ste verjaardag, zou ik 5 avonden hier een soort concert geven. Met pianisten, met liedjes en de best of. Dat heb ik al heel lang gedaan. Daar was, dus ik dacht, weet je wat, als ik nou eens een vol programma ga maken en probeer luxe te gebruiken om daar mijn 5 shows te maken. En toen zei ik tegen mijn management, Hanneke Uitenwillig, van, kijk eens of nog meer theatersbelangstelling hebben. Nou, we hadden heel veel theatersbelangstelling en ook nog plek.
En nogmaals, omdat we een leuk groep zijn en we worden ook echt wel verwelkomd. Ja. Oh, leuk, kom maar. We zijn wel maandagen en nou, ook wel goede dagen overigens. Want er valt ook veel uit op dit moment, hè, door het klimaat op dit moment. Dat niet makkelijk is om een theaterprogramma uit de grond te stampen. Dus zo is het ontstaan. Maar dat moet nog wel gemaakt worden. Ja. Jezus, Richard, jezus, dat is zo goed. Maar dat heeft me ook wel weer... Ik kan ook heel goed kijken naar programma's. Dat denk je, jezus, wat goed. En dan ga ik zelf dan ook over nadenken. Hoe zou ik het dan maken? Richard is gisteren geweest. Dat hij ook heel erg geweldig vond. Dat is ook lekker fijn om dat te horen. Morgen ga ik ook met hem lunchen. Omdat gewoon... Ik zou sowieso gaan lunchen, maar het was twee dagen na de première. Dan denk ik, oh mijn god, maar het ging dus heel goed gisteren. Er was geen pers, dat is ook lekker. Dan speel je echt gewoon je vrienden en familie. En de pers komt vanaf nu, kunnen ze nu komen kijken. Maar ik weet niet wanneer ze komen, en mogen zelf bepalen wanneer. Dus heb je eigenlijk je eigen avond heb je dan al gehad. Met pers ga je toch anders. Je was wel nerveus gisteren. Maar toch denk je, ja, als ik fouten maak, dat is geen probleem. En morgen en vanavond zit er gewoon weer normaal gewoon publiek. Ja. Die je ook alweer iets optillen. Want die vinden het gewoon al lang leuk dat je er bent. Precies. En dat is een verschil. Maar ja, ik was er echt al paniekerig over een half jaar. Jezus, hoe ga ik dit doen? En hoe is dan bijvoorbeeld een eerste try-out die je dan weer... Heb je hier try-outs voor gedaan? Ja, ja. Want hoe is dan zo'n eerste die je dan weer... Ja, ik begin met schrijven en dan lees ik het voor aan Ruud Wijsman, Mark Heijns, De Lichtman en mijn clubje. Ja. Nou, dat is veel te lang en veel te flauw en ook heel leuk, maar ook heel flauw. En dat vindt Ruud het allerbeste wat er dan gebeurt. Want dan, ja, dit is zo kaal. Als ik hier te jou... Dat is dan 2 uur lang en ik durf ze ook niet aan te kijken, want de afstand is dit. Ja. Dus ik zet dan zelf de muziekjes op. Het is allemaal zo amateuristisch als wat. En dan voel je al gelijk de structuur. En Ruud staat erom bekend dat hij de hele boel kan omsodemieteren. Dat is zijn grootste kracht om te denken... Ja, je denkt dat je er bent, maar je bent er nog helemaal niet. En dan denk je nog eens over na. En dan ga je een leesvoorstelling doen. Dat zijn 3 leesvoorstellingen. Maar dan ben ik eigenlijk al... Dat je natuurlijk je teksten zelf schrijft. Behalve dan liedjes, dan weet je al veel teksten. Ken je al een beetje uit je hoofd. Maar het is allemaal zo breekbaar als wat. En dan heb je ook eigenlijk... Dan zeg je, nou, dan is het moment dat je zonder je tekstboek moet beginnen. En dan heb je een bepaald moment dat je gaat monteren. En dat was dus 3 weken geleden, denk ik, in Amstelveen... moest de voorstelling er staan. En die stond er. Dankzij Emma achter het scherm. Ja, dat klopt, ja. Hij was ook een hele fijne sfeer. En ook was ook schouwdirecteur was, wat heel fijn is. En ja, dat is... Je kan altijd bijsturen, hè? Dat is ook lekker. Je kan ook zeggen, oké, dan lukt het een keer niet. Maar deze voorstelling is heel erg gefocust. Van, je moet een aantal dingen goed vertellen. Dat zegt ook Gruter ook, van houd nou gewoon, houd zo. Hè? Ga niet lopen smieren. Probeer nou in dat concept te blijven. Ik ben nog iemand die snel wil smieren. Terwijl het mooiste natuurlijk toch aan het einde van het programma... dat je toch voelt dat er enorm veel emotie in de zaal is. Dat lukt nu elke avond. En ik heb ook echt, het kost me ook helemaal geen moeite om... En 2 momenten dat ik met de zaal iets doe. En dan zei Ruud ook van, hou nou kort. Ga nou niet te veel. Want dan hoor je... Dan voel je ook dat dan de concentratiebel van het publiek dan langzaam... Dan storten ze in. Als ja, dan wordt het ook een ander... Programma. Ander ding. Er gaat ondertussen een bel. Ja, 2,5 uur heb ik nog te gaan voordat de voorstelling begint. Laatste vraag die ik nog wilde stellen. Wat is de meest recente avond die je kan herinneren... waarbij je het podium afkwam en dacht... Waarom doe ik dit? En recent mag... Jaren geleden zijn. Mag ook jaren geleden zijn, hoor, als het zo is. Maar eentje die je bij is gebleven waarvan je dacht... Nou, weet je, dat ik... Kan ik niet weer gewoon in de bediening bij Van der Valk? Dat is gewoon de eerste echte voorstelling voordat je begint. Denk, wat doe ik hier? Waarom ga ik niet gewoon de zorg in? Of blijf gewoon thuis? Je kan ook thuis blijven. Ik denk dat veel mensen dat herkennen. Ik ben niet kotsen of... dat heb ik helemaal niet. Maar gewoon, oh mijn god, waarom doe ik dit? Ik heb eigenlijk nooit wel dan een zaal. Maar het is nooit de schuld van de zaal. Hè? Dus je kan er wel een tering in hebben, maar omdat het niet werkt. Wat het lekker van aan een pauze vroeger was, dat was een soort eerste helft en tweede helft. Als je met 2-1 achterstand in de foyer zat. Dat je denkt, nou ja, kleedkamer. Ik kan nog gelijk spel van maken. Misschien winnen. Dat weet je op een gegeven moment dat het eerste gedeelte beter is dan het tweede gedeelte. Of het tweede gedeelte beter het eerste. Dat weet je dan. Dan moet je het proberen om dat beter te maken. Ik heb wel eens, als mensen niet willen... Dan sla ik gewoon stukken over. Dan denk ik, als je die wil, dan ga ik ook niet anderen. Dan maak ik ook niet het duurt 1:50. Ik heb nu nog niet gehad met deze voorstelling. Maar dan kan ik er zo 15 minuten uit plunderen.
Dan kijk ik van 1 uur en een half uur en dan 1 uur en 10 minuten. Dat is te weinig. Maar ik weet wel dat ik met Cor Bakker ooit stond ergens in een zaal met een bandje. Ons programma. En dat was volgens mij Wie plukt mij. En dan draaide ik me om. En dan zei ik, vooral liedjes. Ik had bijvoorbeeld 11 liedjes en het liedje gaat eruit. Vol liedje gaat eruit. En dan sloeg ik gewoon over. En dan hadden we gewoon, ik weet nog wel, in Kuik hadden we echt een voorstelling van misschien 40 minuten voor de pauze en 30 minuten na de pauze. 7 minuten. Dat noem ik de naam, het was niet Kuik, het was een ander theater. En daar heb ik nog nooit zo kort gespeeld. En toen en de jongens van de band, en toen zei ik de dag erna, we stonden er 2 dagen. Nou, ik ga nu nog korter. En dan bij mij is het nog 5 minuten korter. Maar ja, dan weten natuurlijk de mensen het allemaal voor de eerste keer, dus die hebben dat helemaal niet door. Je hebt geen idee? Nee. Top, dankjewel. Graag gedaan. Dat was hem, de Elektra Podcast met Paul de Leeuw. Geef een duim omhoog, laat een comment achter en abonneer op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. Meer informatie en linkjes vind je in de omschrijving van de video hieronder. En wil je meer weten over mij, Wouter Monde, en waar en wanneer je mij ergens kan zien optreden? Ga dan naar woutermonde.nl of meld je aan voor mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!